De gemeente Wijchen gaat geen nader onderzoek doen naar de fouten die zijn gemaakt tijdens de bouw van sporthal Arcus. De gemeenteraad heeft een vooronderzoek laten uitvoeren door Nekker van naam en daaruit blijkt dat er tussen 2006 en 2017 zaken zijn misgegaan, maar dat die fouten niet ernstig genoeg zijn voor nader onderzoek. In 2011 werd de arkus geopend, maar al snel waren er problemen. Zo galde het geluid in de sporthal veel te lang na en waren er problemen met de vloer in de douches bij de kleedkamers. Ook werd het gebouw geschilderd in een tint groen die in de ogen van de omwonenden veel te fel was. Uiteindelijk heeft de arkus ongeveer 7,5 miljoen euro gekost. CDA-raadslid Björn Derksen gaf de opdracht voor het vooronderzoek en heeft laten weten dat de gemeente van de fouten geleerd heeft die in het verleden zijn gemaakt.